Welkom bij de infosessie Gaat lezen moeilijk? Welkom in onze BIEB. Ik ben Céline en ik werk voor Luisterpunt. En hier aanwezig is ook mijn collega Diego. En wij gaan jullie in een uurtje meer vertellen over Daisy Luisterboeken, over de Anders Lezen app en hoe jullie als BIEB-medewerker kinderen en jongeren met leesmoeilijkheden opnieuw aan leesplezier kan helpen. Als jullie vragen hebben, zet ze gerust in de chat en dan zullen we ze in de chat beantwoorden en eventueel op het einde ook nog een paar vragen mondeling beantwoorden. En dan gaan we beginnen. Ik ga meteen beginnen met een tekstje. Dus ik geef jullie een paar seconden om het even proberen te lezen. Dus er staat, als je worstelt met letters en woorden, gaat de boodschap vaak verloren. Denk maar aan een prachtig verhaal of een belangrijk schoolboek. In het begin is het even zoeken hoe je het moet lezen, maar je hebt het wel vrij snel door hoe het in elkaar zit. Dit is eigenlijk onze nieuwe Ik ga het lezen poster. En met dit tekstje willen we de ervaring weergeven hoe het is als je dyslexie hebt, hoe het voelt als je leest met dyslexie. En dan ga ik meteen naar de volgende foto. Dus dit is een foto van Laura. Laura is een meisje van 10 jaar en zij heeft een zware vorm van dyslexie, waardoor het lezen van gewone gedrukte boeken voor haar heel moeilijk gaat en echt een drempel is. Ze las ook helemaal niet graag boeken. Maar haar juf Sarah, zij heeft deze foto doorgestuurd en ook het tekstje. Dus zij heeft Laura ingeschreven bij Luisterpunt en haar laten kennismaken met Daisy Luisterboeken. En vanaf dat moment is er voor Laura letterlijk een nieuwe wereld opengegaan, omdat ze nu kan genieten van boeken en verhalen. En op de foto zie je ook dat ze aan het luisteren is, maar tegelijkertijd ook meevolgt in het gedrukte boek. Dus ze leest en luistert tegelijkertijd. Wat voor kinderen met dyslexie, zeker tot de leeftijd van 14 à 15 jaar, wel een goede leestraining is. Want als je dyslexie hebt, dan heb je eigenlijk een automatiseringsprobleem. Dus de koppeling tussen de woordtekens en de klanken. Dat proces verloopt niet zo vlot, niet automatisch. Maar door te lezen en te luisteren, hebben ze meteen dus de juiste klanken in hun hoofd. En kunnen ze dat op die manier echt gaan oefenen. En ze vertelde ook nog aan haar juf van ik ben blij dat ik nu voor het eerst zelf een echt boek kon lezen. Ze heeft dat helemaal zelfstandig ondernomen, zonder dat er een ouder of een leerkracht naast haar zat om haar te helpen. Ze heeft dat helemaal alleen gedaan en we mogen zeker ook niet onderschatten wat dat betekent voor het zelfvertrouwen van een kind. Het is altijd heel fijn om zulke reacties te krijgen. Nu, jullie zien ook nog, ik ga het lezen. De meesten onder jullie kennen die campagne al. Voor degenen die onze campagne nog niet zo goed kennen, ik ga het lezen is een campagne van Luisterpunt en Eureka Adibib. Dus wij zorgen voor toegankelijke leesboeken aan de hand van Daisy Luisterboeken. En Eureka Adibib zorgt voor toegankelijke schoolboeken. En samen bundelen wij onze krachten om kinderen met dyslexie zowel op school als buitenschool te ondersteunen en te laten genieten van boeken en verhalen. En ik ga het lezen is wat provocerend, maar dat is een veel uitgesproken zin door kinderen met dyslexie. En daarmee bedoelen ze dat ze het technische aspect van lezen haten, dus het worstelen met woorden en zinnen, wat zeker niet wil zeggen dat ze boeken, verhalen, we haten maar echt het technische aspect. En uiteraard is het doel van deze campagne om van ik ga het lezen te gaan naar mag ik nog een luisterboek om opnieuw echt dat leesplezier te ontdekken. En om jullie nog een cijfer te geven, in het lager onderwijs is er 5% van de schoolkinderen die dyslexie heeft en ondersteuning nodig heeft om goed te kunnen meevolgen in de klas. Dyslexie bestaat in verschillende gradaties en je hebt kinderen die wel hun plan kunnen trekken, maar 5% heeft echt ondersteuning nodig aan de hand van digitale schoolboeken, dus de Adi-boeken van Eureka Adibib. Dus dat is eigenlijk het schoolboek wordt in pdf-formaat op de laptop geplaatst en wordt dan met voorleessoftware voorgelezen.
Ze kunnen daar ook in typen. Dus dat is zeker ook wel een grote hulp voor kinderen om op school goed te kunnen meevolgen. Dus wij samen vormen de campagne Ik ga het lezen. En ik ga jullie nu wat meer vertellen over Luisterpunt Bibliotheek. Dus wie zijn we? We zijn de bibliotheek voor mensen met een leesbeperking. Nu, dat gaat heel ruim. Onze doelgroep, mensen die blind of slechtziend zijn, mensen met een fysieke beperking, bijvoorbeeld een zware vorm van reuma, waardoor ze het gedrukte boek moeilijk kunnen vasthouden of de bladzijden omslaan, mensen met afasie, maar ook heel wat kinderen en jongeren met dyslexie, die mogen lid worden bij ons. Dus eigenlijk zijn we er voor iedereen die moeite heeft met het lezen van gewone gedrukte boeken. Nu, twee puntjes. Eerst en vooral is, als een lezer lid wil worden bij ons, dan vragen wij geen attest, dus geen oogattest of een dyslexieattest, maar wel dat je akkoord gaat met een verklaring op eer dat er sprake is van leesbeperking. En een tweede puntje is dat we ook volledig gratis zijn, dus lid worden, boeken lenen, aanvragen is volledig gratis. Dan ons aanbod. Dus we hebben twee soorten boeken. We hebben enerzijds onze Daisy luisterboeken. En die kan je op twee manieren beluisteren. Enerzijds op cd, anderzijds met de Anders Lezen app. Dat is een gratis app die je op de tablet en smartphone kan installeren. En dat is ook de meest gebruikte optie. Het zijn voornamelijk onze oudere lezers die nog op cd lezen. Nu, het gedrukte boek staat daar ook bij, maar dat vind je uiteraard niet bij ons, maar bij jullie in de bibliotheek. En daarachter vind je ook nog onze brailleboeken. Nu, we zijn niet alleen een speciale bibliotheek omwille van ons aanbod en onze doelgroep, maar ook omwille van onze werking. We zijn een verzend- en online bibliotheek. Dus dat wil zeggen dat er hier bij ons in Brussel geen mensen op bezoek komen om boeken te lenen. Want alles gebeurt op afstand. Dus we hebben enerzijds onze cd-lezers. We krijgen wel vaak de vraag nog van, ja, cd's, waarom doen jullie daar nog mee verder? Want ja, ze zijn steeds in de minderheid. Nu, het is inderdaad zo dat ze in de minderheid zijn. 12% ongeveer van onze lezers leest nog op cd. Maar zij zorgen wel voor bijna de helft van onze uitleningen. Dus dat zijn echt te veel lezers, dat is een belangrijke groep. Dus daarom doen we zeker nog verder met cd's, omdat we anders een grote groep in de steek zouden laten. Dus dat is toch ook wel belangrijk om eventjes mee te geven. Nu, de cd's, hoe werkt dat? Een lezer kan van thuis uit een boek aanvragen. En dat wordt dan in Brussel bij ons gedrukt, dus gebrand op cd, samen met de adresgegevens. En als ze het boek hebben uitgelezen, dan draaien ze het cd'tje om en steken ze dat opnieuw in de blauwe hoesjes van Luisterpunt in de brievenbus. En zo komt dat terug bij ons terecht. Dus dat is de eerste optie. Maar de tweede is dat we een online bibliotheek zijn. Jullie zien hier het logo van de Anders Lezen app. En daarmee kan je dus boeken gaan lezen op de tablet of smartphone. Nu, een Daisy-boek. Daisy, wie of wat is Daisy? Wel, het is een letterwoord en dat staat voor Digital Accessible Information System. En dat is een wereldwijde standaard voor toegankelijke luisterboeken. Dus als je een Daisy-luisterboek bijvoorbeeld in Australië of in Japan zou lezen, dat gaat dezelfde kenmerken hebben. Ik ga die kenmerken even met jullie overlopen. Dus een eerste belangrijke is dat een Daisy-luisterboek is ingelezen met een menselijke stem. We hebben meer dan 350 vrijwilligers die wekelijks de studio induiken om een boek in te lezen. En dat zijn mensen die ook geslaagd zijn voor een stemtest, want het is uiteraard wel belangrijk dat ze een goede uitspraak en intonatie hebben. Dus dat is zeker belangrijk voor de kwaliteit van de luisterboeken. Dus dat is één kenmerk. Een tweede is ook dat de volledige structuur van het gedrukte boek verwerkt zit in een Daisy luisterboek. Dus ik ga meteen naar de volgende slide. Dus bijvoorbeeld, dit is hier het boek De Waanzinnige Boomhut van 104 verdiepingen. En zoals jullie kunnen zien, zit de structuur daarin verwerkt, dus de hoofdstukken en de paginanummers. En dat maakt dat een lezer ook heel gemakkelijk kan navigeren en een bepaalde pagina kan aanduiden om daar naartoe te gaan of een bepaald hoofdstuk.
Dus dat is een belangrijke. Dan een derde kenmerk is de voorleessnelheid. Je kan dus de voorleessnelheid van een Daisy-luisterboek gaan vertragen of versnellen. Heel wat kinderen met dyslexie die gaan een Daisy-luisterboek gaan vertragen om op die manier ook mee te volgen met het gedrukte boek. Wat niet wil zeggen natuurlijk dat ze ook gewoon kunnen luisteren, maar als ze willen meevolgen met het gedrukte boek, is het vaak zo dat ze het een beetje trager zetten. En dan een laatste is dat het ook een automatische bladwijzerfunctie heeft. Dus als je nu stopt op pagina 30, dan gaat het morgen dat boek opnieuw openen op die pagina. Dus dat is ook niet onbelangrijk, die bladwijzerfunctie. Dan onze catalogus, onze collectie. We hebben meer dan 50.000 Daisy-luisterboeken. Voor elk wat wils. Poëzie, fictie, non-fictie, kookboeken, thrillers, noem maar op. Dus je kan het aanbod vergelijken met wat jullie in de bibliotheek hebben. En dan ga ik even over naar welke manieren er precies zijn om Daisy-boeken af te spelen. Er zijn drie manieren. En de eerste is met een fysieke Daisy-speler. Jullie zien hier een foto van een mevrouw die een tafelmodel van een Daisy-speler bij heeft. Daar kan je een cd in steken en de nieuwe modellen die kunnen ook verbinden met het internet. De tafelmodellen staan hier in het midden en daarnaast heb je de pocketmodellen. Dat zijn kleinere versies uiteraard, waarbij je een SD-kaartje ook kan insteken als je de Daisy-boeken daarop plaatst. En die je ook kan verbinden met internet. Dus dat is de eerste mogelijkheid. Nu een tweede mogelijkheid is als je de Daisy-luisterboeken wil afspelen op de computer, dan raden we aan om Dolphin Easy Reader te gebruiken. Dat is een gratis software. De link staat er ook bij en je vindt dat ook op onze website. Maar dat maakt dus eigenlijk van je computer een Daisy-speler. Dus je kan de voorleessnelheid gaan aanpassen. Je kan ook heel gemakkelijk door de structuur van het boek gaan. Dus dat is eigenlijk wel zeker aan te raden om, als je op de computer leest, om deze software te gebruiken. Maar de meest gebruikte optie is de Anders Lezen-app die je in de App Store en Google Play Store kan installeren. Als je lid bent bij Luisterpunt, dan kan je dus inloggen met je lenersnummer en je wachtwoord op de Anders Lezen-app. En dan zie je hier een voorbeeld van een boekenplank met een aantal boeken op. Je kan boeken aanvragen, toevoegen, inleveren. Je kan ook een boek downloaden dat je dus zonder internetverbinding ernaar kan luisteren. Dan een Daisy-speler, is dat nu echt nodig? Wel, je kan Daisy-boeken afspelen met elk toestel die MP3 ondersteunt. Maar we raden dat niet aan. Waarom? Ja, wel, eerst en vooral, het onthoudt niet waar je het laatst gebleven was in het boek. Nu, als je al wat verder in het boek zit, ja, je moet eigenlijk altijd al opschrijven waar je het laatst gebleven was, wat niet zo handig is. Plus, je kan ook niet gemakkelijk gaan navigeren. Het is eigenlijk zoals een muziek-cd. Dus je gaat van track naar track, dus bijvoorbeeld van hoofdstuk naar hoofdstuk. Maar je kan niet naar een bepaalde pagina gaan. Dus dat is ook niet handig. En je kan de voorleessnelheid ook niet aanpassen. En dat is echt wel een veelgebruikte functie bij de Daisy-speler. Dus we raden zeker aan om de app te gebruiken of een Daisy-speler of Easy Reader. En het aanbod voor de jeugd. Dus we hebben voor elk wat wils. We hebben zoiets van een 8000 jeugdboeken momenteel in onze collectie. We hebben de klassiekers, zoals de boeken van Roald Dahl, Koning van Katoren. Maar ook de populaire verhalen, zoals de boeken van Mathilda Monsters of De Waanzinnige Boomhut, Het Leven van een Loser. Dan ook voor adolescenten hebben we heel wat boeken. Bijvoorbeeld Harry Potter, De Grijze Jager, John Green, Dirk Brakke. En ook heel wat weetjesboeken. Je hebt kinderen die niet zo graag niet zo graag fictieverhalen lezen, maar wel heel erg geïnteresseerd zijn in een bepaald onderwerp. Dus dan zeggen we altijd van, geven een weetjesboek. Op die manier zijn ze ook aan het lezen. Het hoeft niet per se een fictieverhaal te zijn, als ze maar aan het lezen zijn. Dus daarvan hebben we ook heel wat boeken. En dan ga ik jullie nu een fragmentje laten horen. Een medley met allerlei korte stukjes.
De computergeluidjes vlogen door de kamer. Als ouders kinderen krijgen, geven ze een deel van hun genetisch materiaal door. Hij vindt het waarschijnlijk heel leuk om met je te spelen. Maar misschien komt hij je ook troosten wanneer je verdrietig bent. Al gauw waren er heel veel stippen. Heel, heel, veel stippen. Toen al schreef Lucas verhalen over Wonderjongen en Wonderhond en hij voegde een nieuw personage toe. Superjongen. De kraanvogels maakten een laatste bocht om het meer en verdwenen tussen de sliertige wolken. We hebben een hele variatie aan stemmen, mannen, vrouwen, Vlaamse stemmen, maar ook Nederlandse stemmen. Het is zo dat de boeken geschreven door Vlaamse auteurs, die worden in Vlaanderen omgezet. En de boeken geschreven door Nederlandse auteurs, die worden in Nederland omgezet. En wij wisselen met elkaar boeken uit. Op die manier kunnen we onze collectie uitbreiden. Misschien nog iets belangrijks meegeven. Als jullie kinderen over de vloer krijgen die een boek moeten lezen voor een boekbespreking. Wij hebben een boekbespreking die focust voornamelijk op de inhoud van het verhaal. Maar als je dyslexie hebt, ja, dan ben je zodanig aan het worstelen met die zinnen en woorden dat de inhoud van het verhaal, dat je daar vaak niet veel meer van opsteekt. En dan zeggen wij ook altijd van, raad hen dan een Daisy-luisterboek aan. Op die manier kunnen ze zich echt gaan focussen op de inhoud van het verhaal en de boekbespreking tot een goed einde brengen. Nu, ik vertelde dat we heel wat vrijwilligers hebben die boeken inlezen, maar we hebben ook auteurs die we elk jaar uitnodigen. We ontvangen bij ons in Brussel ongeveer 40 à 50 auteurs per jaar die hun eigen boek komen inlezen. En zo hebben we bijvoorbeeld Mathilda Masters, Siska Hoemene, Injaas de Vis bij ons uitgenodigd om hun boek in te lezen. En we krijgen daar ook subsidies voor van Literatuur Vlaanderen. Nu, als jullie graag eens een blik achter de schermen willen zien van hoe dat in zijn werk gaat. We hebben korte fragmentjes van 2 à 3 minuten op ons YouTube-kanaal staan. Een lijst voor de jeugdboeken, maar we hebben ook een lijst met boeken voor volwassenen. Dus dat is ook wel altijd heel leuk. Dan nog iets in ons aanbod zijn de boeken van de leesjury. Dus wij zorgen ervoor dat aan het begin van het leesjaar dat alle boeken van groep 2 tot en met groep 7, dat die klaar zijn in deze versie en in grote letterdruk. En op aanvraag ook in braille. Waarom doen we dat? Ja, een leeskring zoals de leesjury, afhankelijk van je leeftijdsgroep, lees je 6 of 8 boeken per jaar. Maar als je dyslexie hebt, ja, 6 of 8 boeken. Het is voor een kind zonder dyslexie al een hele opgave. Laat staan dat je dyslexie hebt, is dat toch wel heel wat, 6 of 8 boeken. Maar dankzij de Daisy-versies en de grote letterdruk of de braille kunnen ook kinderen met leesmoeilijkheden wel deelnemen aan de leeskring. Wat zeker ook wel belangrijk is voor hun zelfvertrouwen, dat dat niet enkel iets is voor kinderen die graag lezen of die geen moeite ervaren met lezen. Nu, op de website van de leesjury zien jullie ook bij de boeken een luisterfragmentje staan en een link naar de catalogus. En dat is hier het voorbeeld van grote letterdruk. Nu, wat doen we precies met de boeken? Ja, we gaan uiteraard het lettertype gaan vergroten. We gaan het ook in het vet plaatsen en iets meer witruimte, ja, letterlijk ademruimte in de tekst creëren. Nu, het is zo dat er heel wat prachtige kinderboeken bestaan met leuke lettertypes. Maar vaak is het zo dat die lettertypes geschreven zijn. Bijvoorbeeld, dit is nu een schreeflettertype, Times New Roman. En dat heeft dus boogjes en haakjes aan de uiteinden, waardoor het moeilijker is om te lezen. Dus dat doen we ook bij grote letterdruk. We kiezen voor een schreefloos lettertype, zoals een simpele Arial of Verdana. Dat kan ook al heel wat doen. Dus dat is ook wel een algemene tip voor documenten, teksten, artikels, om te kiezen voor een schreefloos lettertype, omdat dat ook wel echt veel gemakkelijker leesbaar is. Nu, als jullie geïnteresseerd zijn in de boeken in grote letterdruk, via deze link kan je die ook aanvragen en vind je ook nog meer informatie.
Dan een voorbeeldje van Utopia, de bibliotheek in Aalst. Zij hebben een leesjurykring. Ze hebben er eigenlijk twee. Dus dit is de leesjurykring voor kinderen bij wie lezen moeilijker gaat. Do van Rans, de jeugdauteur, is daar ook Peter van deze groep. Dus dat is ook wel leuk als we zulke foto's en berichtjes zien passeren. Nu, wat zeker niet wil zeggen dat jullie in de BIEB een aparte leeskring moeten opzetten voor kinderen met leesmoeilijkheden. Zeker niet, want het is dankzij deze luisterboeken dat ze gewoon kunnen meedoen met iedereen. Maar dit is ook wel een fijn voorbeeld, dus dat wou ik jullie toch eventjes tonen. En dan Victor. Victor die leest in de bibliotheek van Oudergem bij de leesjury. En hij leest zowel deze luisterboeken als grootletterboeken. Victor heeft een visuele beperking en wij hebben hem ook eens uitgenodigd bij ons in de bibliotheek. We hebben daar een tof filmpje van gemaakt, dus je kan dat ook bekijken via de onderstaande link. En dan hebben we ook nog Ida en Josse. Dus Iedereen Leest heeft een artikel gemaakt over... dus ze hebben zo een rubriek, De Leeswereld Van. En Ida en Josse zijn twee kinderen met dyslexie die bij ons lezen. En een leuke getuigenis van Josse was dat hij onder andere schreef: luisteren is voor mij eigenlijk leuker dan lezen, dan ben ik minder snel afgeleid. En 's avonds als ik moe ben, is luisteren ook minder lastig. Luisteren is toch ook een beetje lezen, hé. Het gaat om hetzelfde verhaal. Dus je merkt dat dat kind wel echt geniet van boeken lezen. Dus ondanks dat hij dyslexie heeft, kan hij toch genieten van verhalen. En zij zitten ook alle twee in de leesjury. Want Mijn jaar in een tent was ook een boek van de leesjury vorig jaar. Het is ook wel heel leuk om eens te lezen. Ik heb de linker hier ook bij geplaatst. Nu, we proberen uiteraard onze collectie zo up-to-date mogelijk te houden. Maar stel dat er een boek is dat jullie in de BIEB hebben, maar niet bij ons, en jullie willen dat graag in de catalogus, dan kun je altijd een boeksuggestie doen via onze catalogus of onze website. Kan je dus dit formulier invullen en dan bekijken wij of we het boek kunnen omzetten naar Daisy en of Braille. En 9 op de 10 kunnen we dat boek zeker omzetten. En een voorbeeldje van zo'n boeksuggestie is van de Like Me boeken. Dus jullie wel gekend, de populaire Catnet-reeks die ook Vlaamse liedjes coveren. En ze hebben daar ook boeken van. En dat zijn boeken die eigenlijk naast de reeks bestaan. Dus dat is extra achtergrondinformatie over de personages. En een voorbeeld van zo'n suggestie kregen we van de mama van Lore. En zij vertelde van, ja, Lore is grote fan van Like Me. Ze leest wel graag, maar omwille van haar dyslexie is deze reeks boeken te moeilijk om ze zelf te lezen. En het zou fijn zijn mochten ze via Daisy toch kunnen lezen. Nu, die boeken van Like Me gingen we sowieso wel omzetten naar een Daisy-versie. Maar die suggestie deed ons wel verder nadenken en we dachten, ja, het zou wel leuk zijn als we de acteurs kunnen uitnodigen bij ons in de studio. En dat is gelukt. Dus hier zien jullie Pommelien Thijs, die het verhaal van Caro heeft ingelezen. Karuit is toen ook bij ons langs geweest en je kan die reportage nog steeds herbekijken op onze website en op de website van Karuit. Dus niet alleen Pommelien Thijs is langsgekomen, maar ook Camille Dont, Maxime Stojanac en de andere acteurs. We hebben ondertussen ook de tweede reeks van de Like Me boeken in onze collectie. En er is ook al een derde reeks en die zijn we ook aan het omzetten. Dus ook opnieuw ingelezen door de acteurs. Dus dat is wel fijn, want de kinderen horen dan de stem van hun idolen letterlijk in hun oren. En een voorbeeldje van Bibliotheek Maldegem, hoe zij de Daisy luisterboeken in de kijker hebben gezet, dus de boeken van Like Me. Ze hebben de gedrukte boeken in een leeshoek geplaatst, samen met de cd's. En dan hebben ze ook een poster opgehangen met instructies als je met de Anders Lezen app leest. En verder liggen er ook nog brochures bij hoe je aan de slag gaat met Daisy luisterboeken. Dus dat is een voorbeeld hoe je de Daisy luisterboeken in de bibliotheek kan tonen. Nu ja, die Daisy cd's, die kan je uiteraard, dat is iets fysiek, dus die kan je sowieso uitzetten. Maar voor de Anders Lezen app kan je eventueel met zo'n folder werken met een stappenplan.
En het heeft ook zeker gewerkt, want we hebben hier dan niet veel later ook een foto gezien van Anna, die het boek van Kiona heeft uitgeleend. Dus dat is ook wel altijd leuk om te zien. Dan de voordelen. Wat zijn nu de voordelen voor kinderen en jongeren met dyslexie? Dus de voordelen van deze luisterboeken. Wel, eerst en vooral de voorleesnelheid. Die kan je aanpassen en gaan vertragen om zo mee te volgen met het gedrukte boek. Wat een ontzettend goede leestraining is. Maar ook dat ze dezelfde boeken kunnen lezen als hun leeftijdsgenoten. Dus als jullie een klas op bezoek krijgen, dat die kinderen met dyslexie of andere leesmoeilijkheden niet per se in aparte rekken moeten gaan kijken naar makkelijk lezenboekjes of boekjes op AVI-niveau, waar we zeker niets op tegen hebben. Maar het is wel zo, als een kind ouder wordt, dat het boek vaak niet meer aangepast is aan een leefwereld. Maar dankzij een Daisy luisterboek kunnen ze wel echte boeken gaan lezen die hun klasgenootjes ook lezen. Dat is uiteraard goed voor hun zelfvertrouwen, maar ook los van de vergelijking met anderen. Want het is zoals Laura vertelde, ik heb voor het eerst nu zelf een echt boek gelezen. Ik heb dat helemaal alleen gedaan. En dat mogen we zeker niet onderschatten, dat dat echt wel een boost geeft aan hun zelfvertrouwen. Dat ze zelfstandig kunnen lezen zonder dat er iemand naast hen zit om hen te begeleiden. Dan een vierde puntje is ook dat ze hun woordenschat kunnen uitbreiden. We halen heel wat woorden uit boeken. Bijvoorbeeld synoniemen voor wandelen zijn slenteren, kuieren, ijsberen, sluipen. Al die zaken, ja, dat zijn woorden die je voornamelijk uit boeken leert. Dus ze gaan hun woordenschat uitbreiden. Maar het allerbelangrijkste is uiteraard welkom in de wonderboekenwereld. Dus ze hebben nu toegang tot heel wat boeken. En ze kunnen ook genieten van leuke verhalen, weetjesboeken, zonder dat het lezen een drempel vormt. Dus dat is zeker ook wel een van de belangrijkste voordelen. Dan geef ik jullie graag nog wat getuigenissen mee. Dus dit is een voorbeeld van de bibliotheek in Beringen. En dat is een meisje, Imke, die voor een boekbespreking De Grijze Jager moest lezen. Nu, ze heeft dyslexie en ja, De Grijze Jager, dat zijn ook al serieuze kleppers van boeken. Dus ze ging naar de bibliotheek met de vraag van, ik zou graag een luisterversie van De Grijze Jager lezen. Nu, ze kende ons nog niet, ze wist nog niets van deze luisterboeken. Maar ze dacht, ja, een luisterboek, dat gaat mij wel helpen. En de BIEB-medewerkers hebben opgepikt van, kijk, Imke heeft dyslexie en wil graag De Grijze Jager lezen. Ken je luisterpunt? En dan hebben ze eigenlijk in de bibliotheek meteen de app getoond, de Anders Lezen app. Ze hebben haar ingeschreven bij Luisterpunt, dus via het account van de bibliotheek. Na die demo was Imke eigenlijk meteen vertrokken en heeft ze s'avonds nog een aantal hoofdstukken gelezen. En ze vertelde ook aan haar mama dat ze nu eindelijk begreep waarom haar mama liever leest dan een film kijkt. Dus dat is ook wel altijd leuk. Dus jullie zijn zeker een belangrijke speler, omdat de mensen die komen bij jullie op bezoek, ze komen bij ons niet op bezoek. En ja, in de plaatselijke bibliotheek is die drempel wel veel lager. Als ze leesmoeilijkheden ervaren, om te kijken van, ja, welke mogelijkheden zijn er nog. En ook als jullie dan de lezer inschrijven, eens kort de app demonstreren, dan kunnen ze meteen beginnen. Dus daarom dat de BIEB-medewerkers ook wel echt een belangrijke speler zijn om zoveel mogelijk lezers aan leesplezier te helpen. Dat was een eerste voorbeeld. Dan ook naast de bibliotheek die lid kan zijn bij ons om lezers in te schrijven, kan ook een schoollid zijn bij ons. En hier heb je een aantal voorbeelden van kinderen die in de klas in de leeshoek aan het lezen zijn. Met een aantal reacties, zoals, ik vind het fijn dat ik uit zoveel boeken kan kiezen. Ik kan nu ook een dik boek lezen en ik vind het nu veel minder erg om te lezen in de klas. Dus dat spreekt voor zich uiteraard. Dan hier ook nog een aantal foto's van leeshoeken op school. En zoals jullie zien zijn die deze luisterboeken ook echt geïntegreerd in de schoolbibliotheek. Dus de kinderen die dyslexie of een andere leesbeperking hebben, zij kunnen gewoon het Daisy luisterboek erbij nemen, al dan niet met het gedrukte boek. Deze foto's zijn ook wel... Het is altijd leuk om foto's te ontvangen, dus als jullie ook leuke foto's hebben, mag je ons dat zeker doorsturen.
Nu, die deze luisterboeken, de online luisterboeken, hoe kan je die fysiek nu gaan tonen in de bibliotheek? Wel, heel wat bibliotheken gaan aan de slag met de stickers van Anders Lezen. Dus het schabloon van de Anders Lezen-app vind je ook op onze website terug. En je kan dat afdrukken op stickervellen en zo eigenlijk de boekruggen van de jeugdcollectie gaan bestickeren. En op die manier, als jullie kinderen op bezoek krijgen, dan weten ze eigenlijk meteen, dat boek kan ik op mijn online boekenplank plaatsen. En op die manier geef je die online deze luisterboeken ook een plaatje in de bibliotheek. En dan ga ik mijn stukje eindigen met Boekenzoeker. Ik denk dat de meesten onder jullie dit wel kennen. Dat is een zoekmachine van Iedereen Leest voor de twijfelende lezer. Waarbij ze kunnen filteren op leeftijd, thema, dikte. En alle boeken in Boekenzoeker waarvan er een Daisy luisterversie bestaat, dat staat daar ook op vermeld. Dus bijvoorbeeld Alles komt goed altijd. Een heel mooi boek trouwens van Kathleen Verheeken. Daar vind je dus ook een fragmentje van de Daisy luisterversie en ook de link naar onze catalogus. Dus die zijn ook met elkaar gekoppeld. Dus dat was het voor mijn stukje. En dan ga ik nu het woord geven aan Diego. En hij gaat jullie de praktische kant tonen, hoe jullie lezers inschrijven en ook de Anders Lezen app demonstreren. Goedemiddag bijna intussen iedereen. Ik ben dus Diego en ik ga laten zien enerzijds hoe dat alles praktisch werkt. Dus hoe dat de app werkt, hoe dat lezers zich kunnen inschrijven, hoe dat jullie lezers kunnen inschrijven. Maar ook, en daar ga ik mee eindigen, hoe dat jullie het kunnen gaan in de kijker zetten. Dus een aantal voorbeelden van hoe dat bibliotheken nu met Daisy boeken en de app werken. Ik ga beginnen met de praktische kant van de zaak. Toch wel belangrijk om alles goed in de vingers te hebben. Hoe werkt het nu voor de lezer? Dat is vrij eenvoudig. Dat kan op twee manieren gebeuren. Dus de lezer kan ofwel rechtstreeks inschrijven bij ons op de website. Dan krijgt hij zijn logingegevens meteen van ons via e-mail. Dat is de eerste optie. Maar het kan ook via jullie. Dus jullie zijn als bibliotheek ook bijna allemaal, denk ik, lid bij ons. Dus jullie kunnen binnen jullie bibliotheekaccount heel gemakkelijk, eigenlijk met een paar kliks, lezers inschrijven voor de app. Wat dat het wel handig maakt, zoals Celine zei, stel dat er iemand komt zoals Imke aan de balie en ze wilt het leren kennen, wel, dan is ze eigenlijk direct vertrokken. Dan krijgt ze van jullie meteen een accountje en moet ze thuis gewoon haar app openen en kan ze beginnen lezen. In plaats van dat ze nog moet beginnen met een account aan te maken, kijken hoe dat alles werkt. Dus het kan ook via jullie en dat verlaagt die drempel wel. Dus ga ik zo meteen tonen hoe dat werkt. Nu, ik spreek over die logingegevens. Wat zijn die logingegevens bij ons? Het zijn twee dingen. Enerzijds een lenersnummer, een uniek lenersnummer van zeven cijfers. En het wachtwoord is bij ons de geboortedatum. Dus met koppeltekens tussen de dag, de maand en het jaar. In de toekomst gaat dat wel veranderen en ga je ook met een gebruikersnaam en een e-mailadres kunnen inloggen. Maar voorlopig werken we dus met een lenersnummer en die geboortedatum. Dat zijn de twee manieren waarop dat een lezer lid kan worden, dus ofwel rechtstreeks via ons, ofwel via jullie als bibliotheek. Maar voor de lezer zelf is er geen verschil. Dus de account is volledig hetzelfde, de mogelijkheden zijn hetzelfde. Die kan niet meer of minder welke weg dat hij ook kiest. Dan ga ik heel kort eventjes de app demonstreren. Daarvoor moet ik even overschakelen. Dus normaal gezien zouden jullie nu de Anders Lezen app moeten zien. Ik ga even in het begin beginnen. Dus als je lid bent bij Luisterpunt of je hebt die login gekregen van jullie, van de bibliotheek, de plaatselijke bibliotheek, dan heb je dat lenersnummer en de geboortedatum om je in te loggen. Dus ik ga nu even mijn eigen account gebruiken om te tonen hoe alles werkt. Het wachtwoord is mijn geboortedatum met koppeltekens ertussen. Ik druk op aanmelden. En dan kom ik op mijn online boekenplank terecht. Dus ik heb er nu 1, 2, 3, 4 staan. Dus je ziet, ik heb de GVR, een weetjesboek van Mathilda Masters, De Waanzinnige Boomhut en het tweede boek van Camille. Ik heb hier ook nog twee keer Luistervink staan. Dat mogen jullie even negeren. Luistervink is ons gesproken tijdschrift dat wij hebben voor onze volwassen lezers. Zeker onze ouderlezers en zo is dat hun voornaamste bron om boeken te kiezen, te kijken welke nieuwe boeken dat we hebben. Zetten we ook allerlei auteurs in de kijker, dus dat komt ook automatisch op die boekenplank. Maar ik heb dus 4 echte boeken staan en het maximum dat je tegelijkertijd op de boekenplank kan hebben is 5.
Daar is geen uitleentermijn aan verbonden, dus ik kan die hierop laten staan tot wanneer dat ik wil, totdat ik ze allemaal heb uitgelezen. Dat kan, dus er is echt geen uitleentermijn aan verbonden. Maar stel dat ik natuurlijk aan 5 boeken zit en ik wil dan een nieuw, dan ga ik er wel één moeten inleveren om plaats te maken voor het nieuwe boek. Maar ik heb er nu 4, dus ik ga gewoon een nieuw boek aanvragen. Hoe doe ik dat? Heel eenvoudig. Ik ga linksboven naar het hoofdmenu. Dan heb ik een optie zoeken. En daar kan ik gaan zoeken. Ik zoek nu op Marc de Bel. Die stond al klaar. En dan krijg ik alle boeken van Marc de Bel die in onze catalogus zitten. Voilà. En de recentste komen bovenaan. Dus je ziet Kleine Pan en de Droomsteen, Stoverij met Frieten, Het Snotneusvirus enzovoort. Ze hebben er heel wat. Ik denk, staat er een totaal? Ja, 93 boeken van Marc de Bel hebben we in onze collectie. Ik ga nu deze nemen, De Bezemstaf van de Bellenheks. Als ik daarop doorklik, dan krijg ik een pagina met meer info, dus heel korte inhoud. Ook de speelduur staat erbij, de leeftijd enzovoort. En je hebt hier die aanvragenknop. En als je daar nu op drukt, dan krijg je de melding boek werd toegevoegd aan de boekenplank. En als ik nu terug ga gaan naar mijn boekenplank, dan zie je dat het boek daarop staat en kan ik meteen beginnen lezen. Maar je ziet hier, ik heb dat boek ooit al eens geleend, blijkbaar, want er staat dat ik 33% al gelezen heb. Dus hij houdt dat ook wel bij, zelfs als je boeken gaat inleveren en opnieuw uitlenen, wordt dat bijgehouden. Nu, bij elk boek heb je nog een aantal opties. Dus je hebt die 3 bolletjes. Als je daarop klikt, dan open je het boekmenu. Dan krijg je de knop meer info, zodat je weer op die detailpagina komt met de korte inhoud enzovoort. Je hebt ook een knop downloaden. Dus als je daarop klikt, dan gaat het boek echt op je toestel staan. Zoals bij Spotify of Netflix. Dan kan je het ook offline gaan beluisteren wanneer dat je geen internet hebt. Dus ergens buiten of op de trein. Dan staat het echt op je toestel. En de laatste knop, dat spreekt voor zich, dat is inleveren. Dus als je daarop drukt, dan is het boek weg van de boekenplank. Dus meer is er hier eigenlijk niet aan. Dat spreekt vrij voor zich, denk ik. Maar ik ga het boek nu niet downloaden. Ik ga streamen. Mijn internet is vrij goed. Hoop ik dat het zo blijft. Dus als ik nu op het boek ga tikken, dan gaat het boek gewoon openen waar ik het laatst gebleven ben. Ik doe onze smartphones af en krijg in ruil van Blinkersvader ook een stafkaart en een kompas. Wij zijn hier onderweg, Blink, knipoogt vader van Steen zijn zoon schalks toe. Dus je ziet, hij is nu beginnen spelen in hoofdstuk 8, omdat ik daar het laatst gebleven was. Op bladzijde 64 is hij begonnen. En ik kan daar gewoon heel gemakkelijk door navigeren, door gaan scrollen, aanduiden waar ik wil verder lezen. Dan begint hij gewoon daar te spelen. Donkere mistwolk. Dus daar heb je heel de structuur. Hier rechtsbovenaan heb je nog een aantal interessante knoppen. De eerste is een soort chronometer eigenlijk. Als je daarop tikt, dan kan je in sprongen van 5% de snelheid gaan aanpassen. Dus ik ga nu eens laten horen hoe dat klinkt, bijvoorbeeld op 80%. Die mijn hoofd hangt, trek ik langzaam weg. Ik knip er een paar keer verschut met mijn ogen en kijk opeens recht in het ronde gezicht van Swami Wami Shalami. Die mij... Dus je hoort, dat gaat wel trager, maar het blijft wel goed verstaanbaar. Dat is wat de snelheid betreft. Nu, je kan het met één druk op de knop opnieuw op de standaardsnelheid zetten. Dus dat is wel heel handig. En je kan het ook versnellen. Ik zal misschien even laten horen hoe dat klinkt. Want zeker onze slechtziende lezers, zij versnellen het wel. Omdat ze zo gewoon zijn aan haar boeken te luisteren. En dan klinkt het zo. Ik zal hem nu bijvoorbeeld eens op 130 zetten. Hoog, moedig aanstaart van op de reuze poster die tegen de schimmelige muur tegenover mij is opgehangen. God is a man. Staat in koeien van letters boven zijn kale knikker. Mijn hoofd... Ook dat blijft wel goed verstaanbaar. Maar zeker voor kinderen met dyslexie zetten het echt wel serieus wat trager om op hun eigen tempo mee te kunnen volgen. Dan heb je nog een knopje waarmee je eigenlijk direct nog eens naar de inhoudsopgave gaat, maar die is daar helemaal dichtgeklapt, dus kan je echt de structuur van het boek gaan bekijken. Dus hier, dit boek is blijkbaar uit 3 grote delen dat bestaat. En zo kan je eigenlijk die structuur ook wel snel gaan bekijken. En dan heb je hier rechts nog een knopje, dat is de slaaptimer, als je die gebruikt. Bijvoorbeeld als je luistert voor het slapen gaan of zo, dan stel je die in op een half uur en dan stopt die zeker na een half uur met spelen. Stel dat je in slaap valt, dan zit je tablet niet heel de nacht een luisterboek af te spelen. Maar dat is een extra. Eigenlijk het belangrijkste is dus dat je die boekenplank hebt, dat je boeken kan aanvragen, opzoeken,
downloaden, inleveren en dat je de snelheid kan aanpassen. Dat is eigenlijk de app in een notendop. Ik weet niet of jullie daar nog vragen over hebben, anders schakel ik terug over. Nee, geen vragen meer. Zo, dus alles wat ik daarnet heb getoond, dus hoe je inlogt, hoe je een boek opzoekt, hoe je een boek downloadt en zo, staat ook in de PowerPoint. Maar we hebben ook op onze website daar instructievideo's van, waarin dat we het kort nog eens demonstreren. Dus dat vind je op onze website. En zoals ik hopelijk heb laten zien, is het eigenlijk wel heel gemakkelijk. Kinderen zijn er wel snel mee weg. Nu, Céline zei het al, je kan onze boeken ook gaan beluisteren op de computer bijvoorbeeld. Je kan daar ook boeken gaan aanvragen. Dat doe je op ons online platform Mijn Luisterpunt. Daar log je in met diezelfde gegevens, dus ook met, met dat lenersnummer en die geboortedatum. Want dat is exact dezelfde boekenplank. Als je daarop inlogt, dan kom je ook op je boekenplank en zie je diezelfde boeken gewoon in die lijst staan. Daar zie je bij elk boek een knopje downloaden en streamen. Dus daar kan je ze meteen gaan echt downloaden als een bestand op je computer. Of ze gaan streamen in de webbrowser. En je kan ze daar ook inleveren. Maar je kan daar ook linksbovenaan via de knop Nieuwe opzoeking een boek gaan opzoeken. En dan heb je nog meer zoekmogelijkheden dan in de app. Nu, we gaan de mogelijkheden in de app ook nog wel uitbreiden, maar voorlopig heb je nog iets meer extra's via de computer. Want als je daar op Nieuwe opzoeking klikt, dan kom je in onze volledige catalogus terecht, die jullie kennen, die dezelfde manier van zoeken gebruikt als jullie catalogus, waar dat je kan zoeken op leeftijd, op genre, nieuwe boeken enzovoort. Hier heb ik bijvoorbeeld gezocht op een boek van de Waanzinnige Bomut. Dan zie je dat er bij elk boek een luisterfragment staat en ook daar weer die knop aanvragen. En als je op die knop aanvragen drukt, dan komt hij op je boekenplank in Mijn Luisterpunt, maar dus ook automatisch in de app. Die twee zijn gewoon aan elkaar gekoppeld. Dat is dezelfde boekenplank. Dus dat is heel kort hoe het voor de lezer werkt. Dus die heeft een account met een lenersnummer en zijn geboortedatum, waarmee die zowel op de tablet als op de computer kan gaan inloggen. Nu, hoe werkt het nu voor jullie? Hoe kunnen jullie als bibliotheek nu lezers gaan inschrijven? Dat is ook heel eenvoudig. Dat verloopt ook via Mijn Luisterpunt. Want jullie hebben als bibliotheek ook allemaal een account bij ons. Jullie hebben een eigen lenersnummer voor heel de bibliotheek. En als jullie dat lenersnummer niet meer zouden weten, dan vind je dat op elke cd die jullie van ons hebben. Of als je geen cd's zou hebben, dan mag je ons gerust een mailtje sturen. Dan bezorgen we dat lenersnummer terug. Voilà, dat is wat ik net gezegd heb. Dus je hebt het lenersnummer van de organisatie en het wachtwoord is voorlopig 0101-1800. Dat is nog standaard voor elke organisatie. Maar ook daar gaan we het in de toekomst wel mogelijk maken dat jullie een eigen gebruikersnaam en een eigen wachtwoord en zo aanmaken. Dus één keer dat je daarmee hebt ingelogd, kom je in jullie administratieomgeving, waar dat jullie zelf lezers kunnen gaan inschrijven. Hij komt eigenlijk al meteen op de juiste pagina. Dus als je met de app aan de slag wil gaan, dan zit je meteen juist. Stel dat je zegt van, goh, ik wil eigenlijk nieuwe cd's aanvragen voor onze cd-collectie, dan klik je bovenaan in het menu op deze cd's. Maar stel dat je zegt, nee, ik wil mij inschrijven voor de app of ik heb hier iemand aan de balie die deze online wilt gebruiken, dan zit je meteen juist, je moet eigenlijk niks extra doen. Want je zit op de pagina online lezers, waar dat je een lijst krijgt dan van alle lezers met de lenersnummers. Nu, in het begin gaat die natuurlijk leeg zijn als jullie daar nog niet mee gewerkt hebben. Dus hoe schrijf je dan een lezer in? Ja, heel eenvoudig. Je klikt op nieuwe inschrijving. Je krijgt een heel kort formulier. De naam, de voornaam, de geboortedatum, de leesbeperking. En daar staat ook de verklaring op eer, waar er mee akkoord moet gegaan worden. Die staat hier nu niet op, maar die staat eigenlijk daarnaast. Die bespreek je dan met de lezer. Daar staat eigenlijk gewoon in dat die persoon inderdaad moeite heeft met het lezen van gewone boeken. En dat de boeken niet mogen verspreid worden en dat wie dat die dingen niet respecteert, dat die wel uitgesloten wordt als bibliotheeklid. Dus dat is die verklaring op eer. En één keer dat je dat hebt aangevinkt, dan is die persoon ingeschreven. Nu, ik kan me inbeelden dat je dat wel eerst zelf eens wil uitproberen voordat je daar allerlei lezers op gaat inschrijven. Dat kan ook. Dan vink je niet het eerste bolletje aan, maar wel het tweede. Dan schrijf je in als, ik schrijf me in als medewerker. En dan krijg je echt een eigen account op je eigen naam als medewerker, waarmee dat je zelf kan gaan inloggen in de Anders Lezen app en op Mijn Luisterpunt. Maar dat is dus een ander account dan het bibliotheekaccount. Dus het bibliotheekaccount dat jullie hebben, dat is echt puur ter administratie om lezers, om medewerkers in te schrijven.
En inloggen op de app doe je altijd met een accountje dat eigenlijk hier in de lijst erbij komt. Dat is telkens een persoonlijk account, daar is een boekenplank aan gekoppeld. Nu, om de lenersnummer en de geboortedatum mee te geven, hebben we ook kaartjes gemaakt, zodat je dat meteen aan die lezer kan meegeven. Die vind je ook op onze website. Misschien nog even goed om mee te geven, is dat je ook bij elke letter zie je ook rechts een knop, een menu acties. En daaronder staat nieuwe opzoeking, boekenplank enzovoort. Dus je kan ook als medewerker die boekenplank van die lezers gaan beheren. Dus je kan daar al een paar boeken op klaarzetten bijvoorbeeld. Dat is iets dat heel wat leerkrachten doen. Want ook leerkrachten kunnen op dezelfde manier hun leerlingen gaan inschrijven. Maar dat is een extra, dat is niet per se nodig. Je kan ook klikken op uitschrijven. Dan gaat die persoon echt uit jullie lijst verdwijnen. Gaat hij zijn account niet meer kunnen gebruiken. En je kan ook klikken op lidmaken bij Luisterpunt. En wat houdt die knop in? Dat betekent ook dat die persoon uit jullie account gaat verdwijnen. En dat die persoon gewoon rechtstreeks lid wordt bij Luisterpunt. Dus dat kan ook. Dat zijn allemaal extra opties. Dan heb ik nog twee aandachtspunten, maar ik heb het eigenlijk al vermeld. Dus het is belangrijk als je zelf de app wil uitproberen, dat je jezelf inschrijft als een medewerker binnen jullie bibliotheekaccount. Dus dat je niet gaat inloggen met het bibliotheekaccount in de app, want dan ga je een foutmelding krijgen. Dus je moet eigenlijk echt jezelf als medewerker inschrijven op je eigen naam, dat je een eigen persoonlijk lenersnummer hebt. En als je boeken op de boekenplank wil zetten van een online lezer, het klinkt logisch, dan klik je dus op online lezers, zoals ik gezegd heb. En dan kan je bij elke lezer op nieuwe opzoeking klikken, de boekenplank gaan beheren. Zo doe je dat. We zien helaas soms dat mensen die toch online willen werken, toch op een of andere manier eerst op cd's klikken, dan op nieuwe cd aanvragen en dan toch verbaasd zijn dat ze geen online boek hebben aangevraagd. Wel, als je online wil werken, dan is het eigenlijk, dat zit meteen juist, je moet nergens op klikken in de menubalk. Dus dat wil ik toch nog even benadrukken. Voilà, dus wat ik nu getoond heb, daar hebben we ook een uitgebreide PDF-handleiding van. Ook daar hebben we een instructievideo van, dus hoe dat je lezers inschrijft enzovoort. Ook heel wat goede voorbeelden staan op die pagina enzovoort. Nu, hoe kan je deze online nu zichtbaar maken? Want ja, dat is natuurlijk iets dat niet fysiek in de bibliotheek staat, dat niet tastbaar is. Hoe kan je dat nu zichtbaar gaan maken? Wel, Celine heeft het al kort aangehaald. Intussen een 40-50-tal bibliotheken kleven de logo's, het logo van de Anders Lezen-app op de ruggen van de jeugdboeken, de gedrukte jeugdboeken. Zodat kinderen, als ze met de klas op bezoek komen, zien van wauw, ik kan ook uit zoveel boeken kiezen. Ik moet hier niet alleen naar het makkelijk lezenplein of op de boeken op mijn AVI-niveau. Nee, ik kan ook dat boek meenemen, want ik weet, als daar dat stickertje op hangt, dan kan ik mijn app openen thuis en kan ik gewoon dat boek daar ook opzetten als luisterboek. Dat is een getuigenis van Bibliotheek Tremelo. Ze zei dat echt wel werkt. Bijvoorbeeld de klassen van het buitengewoon onderwijs, die kwamen op bezoek kort nadat de boeken gestickerd waren. En ze zegt, de kinderen konden het ferm goed uitleggen waarom ze deze boeken kiezen. Dus we zien wel dat het werkt en we zien ook dat meer en meer bibliotheken het wel toepassen. Nu nog een voorbeeldje van de bibliotheek Tremelo. Zij hebben ook een makkelijk lezenplein. Makkelijk lezenplein heeft ook zeker zijn waarde. En dit is een heel praktisch makkelijk lezenplein waar kinderen meteen de app kunnen uitproberen. Dus er ligt daar een tablet die goed beveiligd is, zodat mensen enkel de Anders Lezen-app kunnen gebruiken. Het gedrukte boek staat erbij, zodat kinderen kunnen lezen en luisteren. De grote letterboeken van de leesjury staan erbij. Wat promotiemateriaal van Luisterpunt en Ik ga het lezen. En ook twee e-readers, die zie je ook liggen. Daar hebben wij niks mee te zien, maar ja, dat is ook wel echt een leesvulpmiddel. Zowel voor mensen die slechtziend zijn eigenlijk dan, omdat ze het lettertype kunnen vergroten. Maar ook voor kinderen met dyslexie, zeker met lichtere vormen van dyslexie, omdat ze het lettertype kunnen gaan kiezen. Ze kunnen kiezen voor een eenvoudig lettertype. Heel wat e-readers hebben ook een dyslexievriendelijk lettertype. Dus ook een e-reader is echt wel een leesvulpmiddel. Dus het heeft zeker zijn zin om dat ook op het makkelijk lezenplein in de kijker te zetten. Nog een aantal voorbeelden van bibliotheken die met de stickers werkten. Bibliotheek Moerbeek en Bibliotheek Afligem. Zij waren een van de eerste. En zoals ik zei, zijn er tussen al 40-50-tal bibliotheken die het doen.
twee heel recente voorbeeldjes van de bibliotheek van Turnhout en bibliotheek Wachtebeke. Bibliotheek Turnhout heeft, denk ik, 2 weken geleden een demodag georganiseerd rond leeshulpmiddelen, waarop ook een aantal leveranciers werden uitgenodigd van leeshulpmiddelen, dus vergrotingssoftware, loepen enzovoort. Maar ze hebben daar ook aandacht voorzien voor Daisy luisterboeken, voor de app en de Daisy speler. Er stond daar een medewerker paraat om vragen te beantwoorden, lezers in te schrijven. En ook Bibliotheek Wachtebeke had 2 weken geleden een verwendag voor hun lezers. En ook zij maakten een stand met heel wat materiaal. Ze hebben ook zelf een hele goede affiche gemaakt die je daar in de verte ziet hangen. En bovendien hebben ze ook onze promotiefilmpjes opgevraagd. Daar kom ik straks nog op terug. En hebben ze die ook laten afspelen bij de stand. Wat dat natuurlijk ook wat concreter maakt. Je ziet een aantal mensen vertellen daarover. Dus dat is ook wel een grote meerwaarde. Nu, op onze website vind je heel wat foto's, logo's, heel wat beeldmateriaal waar dat je gewoon als bibliotheek mee aan de slag kan gaan. En eventueel je eigen folder op maat kan gaan maken. Dat zijn voorbeeldjes van Bibliotheek Kortrijk en Bibliotheek Beringen. Ze hebben zelf een folder gemaakt over hoe dat je als lezer in die bib lid kan worden. Of hoe dat je deze online boeken kan gaan lenen via de plaatselijke bibliotheek. Bibliotheek Bree heeft dan weer een kaartje gemaakt, een postkaart eigenlijk, waar de digitale toepassingen van de bibliotheek opstaan voor kinderen. Zodra dat een kind lid wordt, krijgen de ouders dat kaartje mee naar huis. Dus van bij de start is er eigenlijk al aandacht zo voor de Anders Lezen-app. Dus als het lezen moeilijk zou verlopen, is het van bij de start al duidelijk dat dat aanbod bestaat. Nu, het is ook interessant om een hoekje te voorzien op jullie website. Ik weet niet of jullie nu al aandacht hebben voor kinderen die moeilijk lezen, mensen die moeilijk lezen op jullie website. Anders is dat zeker iets om eens te bekijken. En we hebben het jullie ook zo gemakkelijk mogelijk proberen te maken. Want we hebben een kant-en-klare webpagina gemaakt via Cultuur Connect. Die je gewoon in een paar klikken kan koppelen aan jullie eigen website. Dus daar staat op wat een Daisyboek is. Wat een Daisy-speler is, wat de Anders Lezen-app is en ook die getuigenisfilmpjes waarover ik daarnet sprak, die staan daarop. Dus dat kan je heel gemakkelijk aan jullie eigen website koppelen. De links staan ook in de presentatie, dus die sturen we zeker door. Dus die is kant en klaar, maar we zeggen wel altijd van maak het toch een beetje van jullie zelf. Geef er jullie eigen toets aan. Als jullie zelf een lezer hebben die heel enthousiast luisterboeken, Daisy-luisterboeken gebruikt, vraag of je een foto mag gebruiken of een korte getuigenis. Maak duidelijk waar de cd's staan in jullie bibliotheek. Hoe de Daisy-speler, hoe dat jullie die uitlenen bijvoorbeeld. Dat is wel heel nuttig om dat toe te voegen. Nu nog heel wat tips voor Daisy in de bib vind je op onze website. Nu, de meeste zijn doorheen de presentatie wel al aan bod gekomen. Maar daar heb je nog eens een algemeen overzicht. Ook handig om eens door te sturen naar collega's bijvoorbeeld. En we hebben ook heel wat promotiemateriaal dat je gratis kan aanvragen. Dus we hebben flyers, zijn A4 flyers, met op de achterkant een kort stappenplan met screenshots daarbij. We hebben een bladwijzer, we hebben een poster, dus dat kan je allemaal gewoon op onze website aanvragen. We hebben ook onze klassieke luisterpuntfolders, die jullie waarschijnlijk wel kennen met illustraties van Leo Timmers. Dus die niet alleen gericht zijn op kinderen met dyslexie bijvoorbeeld, maar die echt ruim gaan over onze werking, voor wie dat we er allemaal zijn. En die hebben we zowel voor de jeugd als voor volwassenen. Ik wil eindigen met iets te vertellen over onze campagne Ik ga het lezen. Céline heeft het al verteld, dat is een campagne die we samen doen met Eureka Alibib, al sinds 2012. Al duizenden kinderen vonden wel de weg naar de hulpmiddelen, maar we zijn er nog niet. Er zijn nog altijd heel veel kinderen die de boot missen, die nog niet de Daisy-boeken of de Adi-boeken, de voorleessoftware, hebben ontdekt op school. We merken dat we nog te vaak afhangen van een gemotiveerde leerkracht of een gemotiveerde bibliotheekmedewerker. Dus het is nog niet structureel genoeg ingebed. Dus we blijven ons best doen om zoveel mogelijk kinderen te bereiken. En we hebben de 10e verjaardag van onze campagne aangegrepen om nog een extra tandje bij te steken met heel wat initiatieven. Zoals dus die nieuwe poster. Hier zien jullie ze allemaal op een rijtje. Sinds 2012, om de paar jaar, hebben we een nieuwe poster. Dus de nieuwste focust vooral op die ervaring van goh, als ik dat tekstje moet lezen, oké, ik heb het wel door na een tijdje, maar
als je dyslexie hebt, dan heb je dat niet door. Een kind met dyslexie ziet die logica, bij wijze van spreken, daarachter niet. Terwijl wij zien het wel, maar kinderen met dyslexie niet. Dus als ze zo'n heel boek moeten gaan lezen, ja, dat is niet vanzelfsprekend. Gelukkig zijn er wel hulpmiddelen daarbij. Dus die poster focust meer daarop. De vorige laat echt zien wat het aanbod is. Hè. Dus die jongen die is aan het lezen en aan het luisteren tegelijkertijd. En volop focus op de Anders Lezen app. Dus die poster die kan je ook nog steeds aanvragen op onze website. En dan de twee vorige posters, die staan er ook op. Die zijn niet meer verkrijgbaar. Aan het begin van het schooljaar hebben jullie ook misschien onze spot zien langskomen. Een aantal mensen zie ik knikken. Dat is een kind dat wel graag leest eigenlijk, maar toch, omdat het zo moeilijk gaat, merk je dat hij helemaal de kluts kwijt is in zijn verhaal. Met een luisterboek erbij kan hij beter bij zijn verhaal blijven. Nog dit jaar hebben we een startkit gemaakt. Dat is een digitale startkit die we gemaakt hebben voor ouders, leerkrachten, logopedisten, maar ook voor jullie bibliotheekmedewerkers. Je kan gewoon aanvragen op ikhaatlezen.be op onze homepagina. En daar zitten heel korte instructievideo's in. Ik denk dat we gemikt hadden op 3 minuten. Dus op 3 minuten ben je helemaal mee met deze luisterboeken. Maar er zit ook informatie in over de voorleessoftware van Eureka Adibib. Wat dat daar de voordelen van zijn. Op school, echt een heel praktisch boek met oefeningen enzovoort. Ook leestips hebben we erin gestoken voor moeilijke lezers. Bijvoorbeeld boeken die zich bij uitstek lenen om als een eerste Daisy-boek te gaan gebruiken. Dus welke boeken dat je dan zou kunnen geven. Zo hebben we een aantal per leeftijdscategorie ook opgelijst. En er zit ook heel wat info in over leer- en leesstoornissen. Dus over dyslexie, maar ook dyscalculie, autisme, eigenlijk heel wat verschillende stoornissen zit je daar ook, zit er informatie in. Dus dat kan je gewoon aanvragen op onze website. En dan vers van de pers sinds vorige week. Misschien hebben jullie het al zien langskomen in nieuwsbrief of op sociale media. Hebben we een online escape room gemaakt. Waarin dat kinderen de verdwenen jeugdauteurs moeten gaan zoeken. Want Mathilda Masters is de laatste in het rijtje die verdwenen is. Ze werd het laatst gezien in onze studio, in onze opnamestudio, waar dat ze een boek aan het inlezen was. Maar sindsdien is er geen enkel spoor meer. Dus het is aan de kinderen om te gaan ontdekken wat dat er gebeurd is. En onderweg komen ze heel wat puzzels tegen rond lezen, rond boeken. Maar het gaat ook vooral over dyslexie. Dyslexie speelt een heel belangrijke rol in het verhaal. En er is ook een inlevingspuzzel rond dyslexie, waarin dat kinderen ervaren hoe dat het is om met dyslexie te moeten lezen. Dus ook we mikken daar vooral ook op sensibilisering van klasgenoten, van ouders, van leerkrachten enzovoort. En tot nu toe krijgen we wel heel fijne reacties, ook van bibliotheekmedewerkers en zo. Dus als jullie het nog niet hebben uitgeprobeerd, zeker de moeite om eens te bekijken. Ik wens jullie al veel succes. Dus dat zijn een aantal auteurs die we die vermist zijn. Danny de Vos, maar ook Naima Sharkawi. Het zijn er in totaal 9. En zo ziet de escape room eruit. Dus het zijn echt ruimtes waarin dat je kan gaan rondkijken op de computer of op de tablet. Dingen kan aanklikken. Er gaan dingen beginnen spreken. Dus het is echt een interactieve omgeving. Zeker de moeite om eens uit te proberen. En tot slot, op 26 oktober organiseren we ook nog een studiedag bij de buren in Brussel. Studiedag van Ik ga het lezen naar lees- en leerplezier. Met een gevarieerd programma, dus we kijken terug op 10 jaar Ik ga het lezen, maar we willen vooral ook heel wat praktische tips geven om kinderen met leesmoeilijkheden te ondersteunen. Dus het is een mooi programma. Ook een panelgesprek zit erbij, waarin we ook een aantal gebruikers van die luisterboeken en voorleessoftware aan het woord laten, hoe dat hen dat geholpen heeft in hun jeugd, want ze zijn nu al ouder, hoe dat hen dat geholpen heeft. Dus het is zeker de moeite om eens te bekijken. En we sluiten de dag af ook met een optreden van Moot van Houwaard bij ons in de bibliotheek. Zij heeft ook speciaal voor ons een gedicht geschreven over leesmoeilijkheden, dat we dan ook plechtig gaan inhuldigen. Dus als je die dag nog niks te doen hebt en je wil graag komen, schrijf je zeker in op onze website. We zijn bijna volzet, dus wacht best niet te lang. Dat was eigenlijk het einde van ons verhaal. Dus ik zou zeggen, ja, aan de slag. Als jullie enthousiast zijn over het aanbod, over de werking om mee het leesplezier te verspreiden. Je kan gratis promotiemateriaal aanvragen via de link.
En we zouden zeker ook aanraden om je in te schrijven op onze nieuwsbrief, zodat er dingen veranderen aan de app of nieuwe boeken die je echt niet mag missen of volgende interessante infosessies, dan verneem je dat zeker. En je kan ons ook volgen op sociale media, zowel met Ik ga het lezen als Luisterpunt, wat ook wel een gemakkelijke manier is om als bibliotheek is aandacht te schenken aan dyslexie, aan leesmoeilijkheden. Kan je heel gemakkelijk berichtjes delen van ons. Voilà, ik eindig terug met een foto van Laura. Zij heeft een brede glimlach op het gezicht in de leeskring op school. En ik hoop dat jullie ook mee voor die glimlach willen zorgen bij kinderen met leesmoeilijkheden. Dank u wel.